Wanneer het lekker weer is, de natuur in blijde lach. Had baas een strooie roet en maar haar poesje voor de dag. De meisjes maken stijve paffeljatjes in haar haar. De jongens kopen een zwembroekje, dan is het zaakje klaar. Om 5 uur 's morgens is het hele stel al in de weer. Ze gaan naar Spaartje, Jort en pa die zegt, ja, nu verkeer. Mama zegt dat er man een oude zijzenslijmer is. En dan roept zij uit, dat kind, de zee is hier zo fris. Ze plast en tilt met brede zwier haar vaaier op hem op. Maar plotseling roept ze gil, de zee zit in mijn ogen. We gaan naar zand. Luisteraars, welkom weer bij het programma ZFM Oud-Zandvoort. U heeft ons een aantal maanden gemist, want met de verhuizing naar de nieuwe studio hebben we eind juni het laatste programma gehad. Toen kwamen de zomermaanden, dus het is weer de eerste zaterdag in september en we starten weer met frisse moed voor een nieuw seizoen ZFM Oud-Zandvoort. En voor mij is het ook een hele nieuwe belevenis om in de nieuwe studio te zitten. Voor mij nog bekend als de repetitieruimte van Hildering, waar ik vele jaren toneel heb gespeeld. Maar komt u eens kijken, u herkent het niet meer. Het is een prachtige studio geworden. En ik ben helemaal blij dat ik hier een nieuwe gast voor dit seizoen tegenover me of naast me heb zitten. En ik mag Thea zeggen, dat hebben we afgesproken. Dat is Thea Kras van Staveren. En die heeft een prachtig verhaal te vertellen. Dus daar gaan we zo mee beginnen. De techniek is in handen van Roy van Buringen. En die wordt geassisteerd door Thomas de Jong, die al heel veel van de knoppen af weet en ook Roy daarbij goed ondersteunt. Roy en Thomas, ook welkom. Thea, welkom in dit programma. Dankjewel. Nou, we gaan gewoon beginnen bij het begin van waar en wanneer ben je geboren? Ik ben 26 mei 1932 geboren in Zandvoort, in de Helmerstraat nummer 2. En ik was het vijfde kind. Twee oudste waren jongens, Kees en Jan. Dan kregen we Kobi en Riet en toen was ik aan de beurt. Ik ben bevallen en zuster Bokma, die was er toen al en die heeft de bevalling bij mijn moeder gedaan, thuis. Thuis, ja, dat gebeurde nog veelal, hè? Ja. Zuster Bokma, een bekend fenomeen in Zandvoort. Maar na jou zijn er nog meer kinderen gekomen. Jawel, nog 5. We zijn op een gegeven moment, 10 kinderen hadden mijn ouders. 7 meiden en 3 jongens. De oudste waren 2 jongens en de jongste was ook weer een jongen. En dat vonden we geweldig natuurlijk. Maar de jongste die is in de evacuatietijd in de Vingerstraat nummer 44, is die daar geboren. Dat was Haarlem? Dat was Haarlem, ja. Want we hebben in Zandvoort ook een Vingerstraat, is hè? Waar. In Haarlem. Ja. Je zei Helmerstraat nummer 2, ja. Bakkerij, vertel daar eens wat over. De bakkerij was aan de overkant. Als we heet water nodig hadden, dan haalden we dat uit de oven vandaan, want er was warm water. En er waren even kijken, die grote bakkerij. En daarnaast was een hele grote, ja, ook maar dan apart. En daar lagen de kolen. En met die kolen moesten geschept worden en voor het huis in de kamer aan de overkant van de Helmerstraat. En ook de briketten lagen daarvoor in de oven. Want zo werden die toen gestookt met de hand, allemaal. Dat was zwaar werken. Zeker. En dat deed je vader? En mijn vader deed dat. En mijn vaders jongste broer,
Theo. Die was 8 jaar dat hij wees was. En die kwam toen bij ons thuis wonen. Want mijn vader en moeder die waren toen 3 maanden getrouwd. En die kwam later ook erbij in de bakkerij. Maar nog niet helemaal in de Helmerstraat. Want daar was hij toen nog te jong voor. Maar later kwam hij erbij. En hij heeft, ja, hij heeft ons heel erg fijn bijgestaan. Maar dan woonde je met een groot gezin. Ja. In de Helmerstraat nummer 2. Dus dat is dat winkelhuis op de hoek. Ja, want later heeft daar Klokkers, de drogisten, nog... Ja. Ik geloof Hooi nog een slijterij. Ook maar gezegd. Even voor de luisteraars dat ze een beetje idee hebben waar dat pand was. Ja. En in mijn tijd, toen ik in de Helmerstraat woonde, was aan de overkant Bakker Paap. En de bakkerij zat ernaast. Dus, ja. dus jullie hadden de bakkerij en dan de overkant dus de waar winkel. Dus de... De winkel en waar wij woonden. En het was natuurlijk heel klein, want die huizen in de Helmerstraat, ja, die waren heel klein. Maar ja, we sliepen met z'n 5 op een kamer en 3 op de vliering. En mijn moeder met de baby, en als er weer een baby kwam, dan was dat de andere kamer. En zuster Bokma, die was daar altijd bij, dat was de verloskundige. Allemachtig. Ik heb een hele mooie foto van jou gekregen. Dat wil zeggen te leen. Ik heb hem ook door Arie van het genootschap laten inscannen. Ja. En vertel me eens eventjes, of vertel eigenlijk aan de luisteraars... wat je op die foto ziet. Want het is wel een hele bijzondere foto. Je ziet daar, dat waren later de voetbalvelden. Of het waren toen de voetbalvelden. En het was... niet TCB, hoe heette die voetbalclubs ook alweer? De Meeuwen of de... Ja, Zandvoort-Meeuwen en Zandvoort... Nou, Zandvoort-Meeuwen was een combinatie, maar dat doet er niet toe. Nee, het waren voetbalvelden. Dat waren de voetbalvelden. En in de winter werd het opgespoten door meneer Halderman. Die stond de hele nacht te spuiten. En als het dan allemaal goed was, dan konden we daar gaan... gaan schaatsen. Maar dan moest je een dubbeltje betalen. Maar dat was natuurlijk een beetje te veel. Dus we maakten gauw gaten in die hekken. Langs de kant. En dan konden we daar doorheen kruipen. En om de beurt gingen we daar dan heen. Want ja, we hielden veel van schaatsen. De schaatsen deden we in huis aan. En dan kropen we door het gat. Of je vader tilde je over het hek. Of ook Carno deed hij ook, ja. Dus we hebben daar heel erg fijn van genoten. Later gingen we naar het Vijverpark. Dan gingen we allemaal daar schaatsen. En het was ook een dubbeltje. Maar als je bij de... even kijken. Die mensen die werkloos waren, die kregen daar dan geld voor. En die kregen dan het dubbeltje. Maar wij hadden de winkel. En wij kregen natuurlijk niks. Dus wij gingen door een gat van het hek gingen wij op de vijver schaatsen. En dan deden we ons schaatsen vast aan. En dan konden we er zo op. Genoten hebben we ervan. Heel fijn, ja. En al die kinderen kwamen daar schaatsen. Maar de Helmerstraat, dat zie je ook op de foto. Dat wil zeggen, je ziet dus de hoek van de Helmerstraat en de Potgieterstraat. Ja. En de Potgieterstraat was dus... maar aan één kant nog bebouwd. Dus aan de overkant waren die velden van de voetbalclub. Ja. Maar als je de Helmerstraat inkijkt, dan zie ik ook duinen. Dus dat was nog maar een heel klein stukje bebouwd. Was het ook. Hierachter waren al de duinen. Ja, hoe moet ik het uitleggen? En ook bij de, waar het circuit toen was, dus de Van Lennepweg, daar waren ook al de duinen. En in die duinen, daar hadden de meeste Zandvoorters hadden ze een aardappellandje. En daar gingen we altijd heen. En dan hadden we feest. Want dan gingen we de hele dag naar Duin met mijn vader en moeder en met de kinderen. En dat was heerlijk. Ja, 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 dat was het grootste feest als we dat deden met z'n allen. Ja, ja, want vakantie zoals tegenwoordig, dat zat er natuurlijk niet in met zoveel kinderen. Nee, en we misten het ook helemaal niet. Want ik geloof dat er toen niemand nog met vakantie ging. Want het was allemaal veel te duur. Want we denken dat we nu in een crisis komen te zitten. Maar dat was toen natuurlijk heel erg. Niemand had geld. En de mensen die helemaal zonder werk kwamen... Die, nou, dat heb ik denk ik gezegd, met die blikken met eten. Maar dat vonden ze niet lekker. Dus dan ruilde mijn moeder een blik met het eten... en dan kregen hun daar een brood voor. En nou, wij dat vonden had je nog niet verteld, lekker. Maar okay. Dat hebben we dan nu gehoord. Ja, okay. Dat is iets wat ik nog nooit gehoord heb. Nee. Dus waar kregen ze dat eten dan van? Van de gemeente.
van de gemeente, maar hoe dat precies in elkaar zat, dat kan ik niet zeggen. Maar ze kregen het van de gemeente. Nou, luisteraars, misschien is er iemand onder u die weet hoe dat in zijn werk ging. En we spreken dus over de jaren voor de oorlog. Want jij denkt dat die foto zo rond 1935 gemaakt is. En bovendien, daar gaan we het zo dadelijk na het muziekje over hebben. Jullie moesten ook evacueren, dus dat gaan we straks op verder. Ja. Mocht u iets weten van hoe dat in zijn werk ging, ons telefoonnummer en ook voor andere opmerkingen of commentaren op het verhaal van Thea is 5730393. Dan gaan we nu even, Roy, naar een muziekje luisteren. De bakker mengt water en meel en ook nog wat gist, maar vooral niet te veel. En dan wordt het deeg, het wordt 10 keer zo groot. Het gaat in de oven en dan is het brood. Elke ochtend word ik wakker met een broodje van de bakker. De bakker! Brood met kaas of hagelslag eet ik elke dag. De bakker mengt water en meel en ook nog wat gist, maar vooral niet te veel. En dan wordt het deeg, het wordt 10 keer zo groot. Het gaat in de oven en dan is het brood. Als ik slaap, dan is de bakker uit zijn bed en al wakker. Zo, de bakker mengt water en meel en ook nog wat gist, maar vooral niet te veel. En dan wordt het deeg, het wordt 10 keer zo groot. Het gaat in de oven en dan is het brood. Ik zou heel graag eens willen weten wat de bakker dan moet eten. Zal ik het eten? De bakker. Want hij heeft voor zijn ontbijt helemaal geen tijd. De bakker mengt water en meel en ook nog wat gist, maar vooral niet te veel. Nee. En dan wordt het deeg, het wordt 10 keer zo groot. Het gaat in de oven en dan is het brood. Nou, dat was wel een heel toepasselijk liedje, Thea. Ik heb ervan genoten. Ken je het liedje? Nee. Nou, ik ook niet. Ik zou ook niet weten van wie het is, maar Rob Harms heeft het gevonden voor ons. Dus ik vind het erg leuk. Thea zat hier met een hele grote smile op haar gezicht. Want voor jou is dat natuurlijk heel herkenbaar. Ja. Je vader die altijd moest werken. Want hij begon natuurlijk al heel vroeg. Jawel, ze waren in 1924, als ik het goed heb, getrouwd. Toen werkte hij eerst bij Van de Werf. En toen kwamen die huizen daar. Toen woonden ze aan de Haarlemmerstraat. En toen werden die huizen gebouwd in die periode in Plan Noord. Dus Helmenstraat, de Kosterstraat. En daar kon dan een bakkerij in komen. Nou, dat hebben ze toen gekocht. Barsten van de armoede natuurlijk, want niemand had geld. Maar het ging goed. En dan gingen ook de strandtenten. Die voorzag je van brood. Later kwamen de spritskoeken bij, gevulde koeken, want dan werd het allemaal meer. En die strandtenten, die brachten wij allemaal met van die grote vierkante blikken. En dan had je van die grote tassen met vier blikken konden daarin. En dan gingen wij die met die blikken met koek en met sprits bij de strandtenten. En het liep als een speer. Maar zo gauw het slecht weer was, daar was het over. Dus wij moesten altijd eerst kijken als de treinen binnenkwamen of er genoeg mensen in zaten. En dan gingen mijn vader en Theo die gingen met de rotgang de bakkerij in en die gingen bakken. Maar het gebeurde ook wel eens dat ze veel gebakken hadden en er waren geen koelkasten en het was er helemaal niet. Dan werd het niet verkocht. Maar oud van die koeken kon je ook niet meer gebruiken. Dus we deden ze daarmee. Die gooiden ze en gingen ze naar Haarlem en dan gooiden ze het daar in de Leidse Vaart. Want ze moesten het kwijt.
naar Haarlem in de Leidse Vaart. Ja, ja, het is raar, het is echt zo gebeurd. Nou, dat geloof ik meteen. Ja. Maar jullie kregen dan niet een extra sprits te eten? Ja, wel. Mijn vader zei, moet je even proeven. Want die was altijd heel trots op hetgeen wat hij maakte. Hè. Dus dat moet je eens even, hoe, moet je eens even pakken. En die spuit, dat is een deeg dat je met zo'n spuit kan uitdelen. En dan zei hij, je mond is open en spoot hij zo. En dat vonden we een heerlijk stuk deeg in ons mond, ja. Ja, heel want leuk. Die sprits heeft dat figuurtje. Ja, en dat werd dus gespoten. Ja. Goed, maar ja, de tijd naderde, het werd oorlog. Ja. En wat gebeurde er met de bakkerij in de oorlog? Je moest er zo uit. Je moest maar uitzien waar je terecht kwam. En dan moest je proberen om aan je brood te komen. Want er was helemaal niks. Toen zijn wij geëvacueerd en dan kwamen we in de Vogelbuurt in Haarlem-Noord. Vinkenstraat nummer 44 woonden we toen. En toen ging mijn vader inbakken bij een bakker op het Soenderplein. Dan kon hij daar met zijn kar kon hij zijn klanten opzoeken. Er woonden in Heemstede veel Zandvoorters toen. Een paar in Aardehout, een paar in Haarlem. En dan reed hij met die bakfiets, maar dat was niet met de motor. Dat was trappen natuurlijk. Moest hij daar zijn klanten weer vinden. Want je moest je huizen uit en zoek het maar uit. Maar we hadden wel al die kinderen natuurlijk. Ja, dat was heel, heel slecht. Maar het gekke is, als kinderen maak je die zorg nooit zoveel mee. Ik had een hele leuke vader en moeder en die hadden de zorg. En als wij er maar buiten konden spelen, was dat goed. En dat kon daar. En je zei ook dat je in Zandvoort een hele leuke jeugd had gehad. Want jullie, net wat je zei, door de duinen en met een tentje. En... Ja, absoluut. We hebben eigenlijk een hele fijne jeugd gehad, zoals ik het nu hoor wel eens van kinderen. En zoals wij met dat grote gezin waren. We waren natuurlijk wel altijd buiten, want die huizen die waren te klein. Er was in die huizen niks te maken. Nee, en dat kon nog, hè? Ja, want je had ja, nog nauwelijks auto's, dus je speelde op straat. Ja, precies. Wat deden jullie voor spelletjes op straat? Hoek. Even kijken, hoor. Je moest op een hoek staan. En dan kwam de andere weer. Hoe noemden we dat nou toch ook alweer? Nou ja, overlopertje deden we. Wat deden we nog meer? Permereutel. Waar we dat nou vandaan haalden, dat weet ik niet. Maar dan gingen we allemaal met elkaar lopen. En dan gingen we door de straat en dan riepen we... Permereutel, permereutel. Nou, dat was het. Maar wat er verder aan vast zat, dat weet ik eigenlijk niet. Want we werden op een gegeven moment weer binnengeroepen. Maar je hebt niet altijd in de oorlog in de Vinkenstraat gewoond. Nee, want daar moesten we ook weer evacueren. Inmiddels was onze Kees, die werkte bij het secretarie. Die werd opgeroepen, die moest naar Duitsland. Want onze Jan, de tweede, die was ondergedoken. En die zat bij een tante in Heemstede. En die zat altijd op de zolder of uit die, hoe noem je die dingen... dat je onder het raam had, dat ze daar achter konden... Dus Kees zegt, ik ga, want dan hebben jullie twee jongens. En misschien houden we er dan toch nog in ieder geval eentje mee. Dan hebben we met de trein weggebracht. En toen hadden ze op de treinen geschreven met een krijt, oranje boven. En toen heeft mijn moeder met haar zakdoek heeft ze dat schoongeveegd. Want ze denkt, die jongens die gaan naar Duitsland. Dus die krijgen dat er op hun boterham als ze dat zien, dat dat erop staan. Dus, en toen huilen dat ze weggingen. Toen had ze natuurlijk een hele zwarte zak. De bus zat helemaal met een zwart hoofd. Maar die mensen hebben zo verschrikkelijk verdriet gehad. En ze moesten het wel verwerken allemaal. Ja, zo is het. Ja. Maar van de Vinkenstraat zijn jullie, wat ik weet, naar de Leidse buurt gegaan. Ja, daar moesten we ook evacueren. En daar kwamen we ook. Daar hebben die treinen heel lang gestaan... waar die mannen uit Rotterdam waren opgepikt. En die zaten daar in de trein. En die hebben daar 3 of 4 dagen gestaan... en die deden een touwtje uit die roostertjes, hè, in die treinen. En dan ging iedereen die eigenlijk haast niets had... die ging toch ophalen. En dan lieten ze zo'n touwtje naar beneden lopen... en dan deden ze daar die boterhammetjes in. Dan hadden ze toch nog wat te eten. Maar er was op een gegeven moment iemand... en die vluchtte uit die trein en die werd doodgeranseld. En toen zei mijn vader en moeder... we gaan er niet meer naartoe, want dat is veel te gevaarlijk. Toen zijn we niet meer naartoe gegaan. Maar hoe ging het dan met de bakkerij? Want in de Vinkenstraat zei je... je vader bakte in op het Soenderplein. En toen kon hij nog zijn wijk op zijn bakfiets doen. Ja. Maar wij hadden een oom, of het was eigenlijk een achterneef...
familie Willemsvoet was dat. En die had altijd een sigaren... Ja, die maakte zeg maar sigarenfabriek, laat ik het zo noemen. En die zei tegen mijn vader, jij hebt een bakfiets. Als jij nou aldo naar de Noord gaat, hè, zo werd dat gezegd... om eten te kunnen vinden, aardappels, groenten en noem maar op. En dan hebben we allemaal wat hier, die mensen die hier nog werken. En dat is eigenlijk, nou, en dat was hetgeen wat mijn vader deed. Maar dan was het wel vaak. Ja. Dat hij weer bij de pont aankwam. En dan kwamen die moffen eraan. Ja. En die moest het inleveren. En dan kwam hij weer met niks thuis. En Kobi, mijn oudste zus, en Jan, die ook ondergedoken was. Die gingen dan naar de pont. En toen zaten we al in de Leidse buurt. Dus je kan wel ongeveer waar we zaten. En dan gingen hun mijn vader ophalen. Maar Jan moest een hoedje opdoen. Dat ze dachten dat hij een meisje was. Maar dan liepen ze te praten. En dan had hij natuurlijk een hele zware stem. Dus. Maar ze hebben hem gelukkig niet opgepikt. Toen nog. Maar het was eigenlijk de grootste narigheid in de periode dat wij geleefd hebben in die oorlogstijd. Ja, maar je had toch even dit blokje maken we even af, Roy. Dan gaan we naar een muziekje. Jij vertelde nog dat hij ondergedoken was in de kruipruimte. Ja. Als, ja, want er was er een inval. Ali Voet, dat was een Nederlander. En die schoten zo door de kastdeuren. Het was kleintjes, die huis was de Kanaalweg. Maar Jan, die zat daar nog tussen de kruipruimte. Maar we waren hem eigenlijk helemaal vergeten. Dus hij kwam lijkwit, kwam hij erachter uit. Want het was allemaal ook zo vreselijk chaotisch. En toen zei mijn moeder, jongen, wat goed dat je er bent. Maar je moet weer onder de grond, want ze zijn weer aan het razzia's houden. Nou, dat was heel heftig. Nou, we gaan, dit sluiten we af, want we gaan zo naar de Zeestraat. Hè, we gaan over vrolijkere dingen praten. Ja, graag. Tuurlijk, want ik zie dat het jou ook heel veel doet. Ja, het doet me veel. Het doet je veel. Maar dat, die emoties, dat hoorden mensen ook in aan de radio aan je stem. We sluiten dit blokje af. We gaan naar een muziekje en dan gaan we het over vrolijkere dingen hebben. Graag. Zandvoort, die krijg je van mijn cadeau. Oh, yo, do, do.
Thomas, dank je wel. Het is toch geweldig, deze jongeman die al zoveel van de techniek weet. Welkom terug in het programma ZFM Oud-Zandvoort. Het is Thea Kras van Staveren. En van Staveren, van de bakkerij van Staveren, zoals heel veel mensen dat nog weten. We hebben gehad waar ze geboren is, in de Helmenstraat. Trouwens, daar waren zelfs drie bakkers in de Helmenstraat, ja. Hè? Van Duin, wij en Van de Molen. En Van de Molen. Van de Molen. Ja, Van de Molen. Daar kan je toch nagaan, ja, hè? Ja, precies. Op iedere hoek zat een winkeltje bakker. En een bak. Nou ja, dat kunnen we ons nu niet meer voorstellen. Nee. Maar goed, de techniek is in handen van Roy van Buringen, geassisteerd door Thomas de Jong. Wilt u ons bellen? Ons telefoonnummer is 5730393. We hebben de oorlog achter ons gelaten. Daar hebben we genoeg over gepraat. Het gezin komt terug naar Zandvoort. Precies. Wij moesten eerder weg uit de Leidse buurt. Want die mensen, die NSB'ers, die kwamen weer naar hun huis. En toen kwamen wij in de Haarlemstraat. En dat heeft meneer Bosman toen verzorgd. Die was de gemeentesecretaris. En dat was de Haarlemstraat nummer 26. En wie was die meneer die zoveel muziek maakte? Bonset. Juist. Die was daar. Groot huis, grote kelder. En toen kwamen we daar aan. We hadden eigenlijk haast niks meer, geen dekens, helemaal niks. Dus we kwamen daar aan en toen kwamen we in de kelder. En toen stond er een hele grote berg aardappels. En er stond een groot bord naar welkom weer in Zandvoort. Jullie zijn de eerste. En het heeft ook na een maand, toen was de oorlog afgelopen. En toen, toen waren we weer thuis, hè? Ja. Het was meteen goed. En je rook de zee en je was weer helemaal. Nou, er kon ons niks meer gebeuren, want we woonden weer in Zandvoort, gelukkig. Ja. Maar hoe ging het verder met de bakkerij dan? Want, die was er nog niet. Nee, maar je kon niet terug naar de Helmenstraat? Wel geprobeerd, maar alles was eruit gehaald. Alles was afgebroken en er was natuurlijk nog niet veel opgebouwd weer, want het was nog niet zo. En toen was er een familie op de Zeestraat. Ik weet die naam niet meer. Verder. Juist. En daar konden we dan gaan beginnen. Maar die bakkerij die was opgeknapt in Noord. En dan moesten ze daar weer overnieuw beginnen. Maar in de gang, er waren alleen nog maar plankjes waar je overheen kon lopen. Dus ze moesten weer helemaal overnieuw beginnen. Maar het was dicht bij het station. En mensen die naar Zandvoort kwamen met de trein, dat kwamen bij ons als eerste aan die bakkerij. Dus die winkel die liep als een speer. Ze stonden gewoon in de rij. Want ze roken dat brood natuurlijk altijd al op die Zeestraat en als ze daar aankwamen. Dus Kobi, mijn oudste zus, en ik en mijn moeder, die stonden achter de toonbank. Riet, die deed de huishouding. En als ik minder toen had, ging ik haar helpen. En de jongeren die gingen allemaal, nou ja, die waren jonger. En die moesten allemaal nog naar school. En dat hebben ze goed afgemaakt allemaal. En waar heb je op school gezeten in Zandvoort? Alleen in de Mariaschool. Op de Mariaschool. Ja, want dat vind ik in Haarlem-Noord hebben we ook op school gezeten. En toen ook nog, nou ja, daar zo in de Leidse buurt. Er was niemand, er was iedereen opgepikt. En toen kwam ik hier weer. Toen was er een, even kijken, de 8e klas. Maar er waren maar drie kinderen voor, dus dat ging niet door. En dat vond ik ook helemaal niet zo erg. En mijn vader en moeder vonden het ook niet zo erg, want ze konden me goed gebruiken in de winkel en in de bakkerij. Ja. Dus het was veel belangrijker toen in die tijd. Ja, en inmiddels waren jullie dus met z'n tienen. Ja. En je broer Kees is ook weer teruggekomen. Die kwam ook weer terug, ja. En die, nou ja, die was weer die is al de ambtenaar gebleven op het secretarie. Nou ja, dat ging goed. En toen hebben we daar in Plan Noord kort. En toen in die, nou, dat heb ik al verteld, dat we in de Zeestraat terechtkwamen. En er was ruimte zat. Dat was een hartstikke groot huis. En dat was wel fijn voor ons. Drie verdiepingen? Nee, jawel. De bakkerij, dan naar boven de winkel. En daarachter woonden we in die kamer. En de keuken was er. En daarboven hadden we 1, 2, 3. Ja, drie slaapkamers. En een keuken was er ook. En die keuken die werd ook gebruikt. Maar wat het allerfijnste was, dat er een douche was. Nou, dat was een rijkdom als je toen een douche had. Dus dat vonden we geweldig. En toen kwam er ook later in de bakkerij een douche.
Dus we konden overal lekker douchen. Nou, dat deden we dan ook, met z'n allen. Maar dat was helemaal niet gemeen. Toen je in de Helmenstraat woonde, even terug, daar hebben we het niet over gehad. Nee. Maar dat, ging je dan ook naar het badhuis om te douchen? Of, ja. Ja, donderdags dan haalde mijn moeder ons van school. En tante Betje, ik weet niet eens meer precies hoe ze van haar achternaam heette. En die liep daar in een witte jas. En dan mocht je daar douchen, uitkleden, douchen en aankleden. Met binnen 20 minuten moest je eruit. En dan kwam ze, nou, je werd er gewoon, je werd in je blote kont, weet je, in de gang gezet. En je zocht het maar uit. Dus, maar dat douchen, joh, dat was heerlijk. En één keer in de week, nou, prachtig. Ja. Dat was nergens nog. Geweldig, hè? Goed. Nou, je bent dus inmiddels al wat ouder geworden. Kan je dat zeggen? En nee, ik heb het niet over nu. Ik heb het over de tijd dat je in de Zeestraat woonde. Ja. Wat deed je in je vrije tijd? Die hadden we niet. Maar ik ging elke ochtend heel vroeg met Ria Berghout, die achter ons woonde, van die aannemerij. En dan gingen we 's morgens om 6 uur gingen we bij Termes. Gingen we zwemmen. En dan kwamen we thuis. En dan ging zij thuis helpen. Want die zaten er ook met zo'n groot gezin. Met tante Kaatje. En ik dan ook. Dan ging ik in de winkel. Maar ik moest wel om 7 uur thuis. En dus om 6 uur gingen we zwemmen. Aankleden, douchen. En dan gingen we met een rotgang naar huis. En dan gingen we daar weer aan de gang. En tot zolang die winkel open was eigenlijk. Maar je zei dat je bij OSS... Ben ik ook geweest. Daar zijn we lid van geweest. Maar het was allemaal 's avonds, hè? Oh, ja, ja. Ja, en dan gingen we in onze zwarte onderbroek en een hempie aan. Dan gingen we gymnastiek met mevrouw en meneer Van Pagé. En dat was natuurlijk altijd geweldig. Het waren reuzen. Zij kon een heel mooi piano spelen. Dus dan deden we ook muziek. En we waren ook met toestellen op de brug en op de rekstokken in de ringen. En dan moesten we ook nog wel eens een keer een uitvoering doen in Monopol. En dat was, ja, dat was gewoon geweld. Daar leefden we eigenlijk allemaal voor. Nou, toen kwam handballen erbij, daar gingen we ook bij. Was mijn vader toen al? Nee, die was toen nog niet. 49 is die overleden. Maar we moesten overal zoveel mogelijk op verenigingen gaan. Want dan kreeg je veel vriendinnen en dan was je ook in beweging. Dus gymmen moesten we doen en ja... Gewoon, dat je lichaam een beetje sterk werd. Nou, dat deden we goed. En we vonden het er heerlijk. En wanneer ben je bij de reddingsbrigade gekomen? Moet ik even nadenken. Ria Berghout, die was daarbij. En we gingen zwemmen in Stobad met z'n allen. Met de bus van Kerkman. Precies. Ja. Ja, daar ben ik ook nog mee geweest. Ja, en later gingen we met de trein. Ja. Maar hoeveel jaar was ik dan eigenlijk? Ik geloof 17 jaar. Ik dacht het wel. 17, 18 jaar was ik bij die reddingsbrigade ging. Nou, dat was het einde. Die reddingsbrigade, geweldig. Roeien met die boot. En dan gingen we ook in Amsterdam gingen we ook nog eens een keertje wedstrijd roeien daar. En dan gingen we de stad in Amsterdam met z'n allen. En dan die jongens die klommen, moet je maar niet opschrijven. Ja. Die klommen in die lantaarnpalen en het station. Het centrum in Amsterdam. En er waren altijd optochten en daar sloten we ons bij aan. Totdat we bij die winkel zaten aan de overkant van de Bijenkorf. Ik weet niet meer hoe het daar heette. En dan waren daar allemaal van die grote schalen met suiker. Nou, die was, in de tijd van de WIP was die leeg natuurlijk. Want al die jongens die hadden geroeid. Dus ze namen allemaal een handje suikerklontjes. En dan dronken we daar een glaasje limonade. En dan gingen we weer met de trein naar huis. We moesten wel een tijd thuis zijn natuurlijk. Maar het was een leuke tijd. Dat was zeker een hele leuke tijd. En hoe ging dat dan met de posten? Waar zat je? Op de Noord of de Zuid? We moesten elke dag of elke week zondag anders. Of van 9 tot 1. Of van 1 tot 6. En dan wisselde je, hè? Toen wij de kinderen kregen, toen ging Karel nog wel. En ik mocht niet met de kinderen van ons daar komen. Dus ik ging met die kar met de jongens. Nu waren ze niet alle vier tegelijk natuurlijk. Maar iedere keer dan ging ik Karel ophalen om 1 uur. En dan gingen we met de kinderen zelf naar het strand. Naar het vrije strand ook, dat we daar lekker konden zwemmen. En de kinderen konden daar in het swing. En ik zat alleen maar te tellen, 1, 2, 3, 4, toen ze er alle 4 waren natuurlijk, dat ze niet verdronken. Nee, precies. Ja. Nou, je hebt de naam Karel al genoemd. Ja. Hoe heb je Karel dan leren kennen? De reddingsbrigade.
Bij de reddingsbrigade. Ik had eerst verkering gehad met Jaap Griep. Die was niet katholiek. Nou, dat was natuurlijk verschrikkelijk. Maar Karel en Jaap, die waren vrienden van elkaar. Nou ja, dat gingen we op een gegeven moment met z'n drieën gingen we uit. Nou ja, Jaap Griep die viel af en Karel bleef over. Maar zo ging het eigenlijk. Maar die reddingsbrigade, ik denk, gebeurt wat er gebeurt, maar daar ga ik nooit meer weg. Want dat was zo verschrikkelijk leuke tijd in die periode. En het is het volgens mij nog. Ja, daar hebben we heel veel plezier gehad. Dus het was niet alleen dat je verkeer had, maar het was ook zo verschrikkelijk fijn dat je bij die reddingsbrigade zat. Helemaal goed. Ja. We gaan het dit blokje afsluiten. Want ja, dan gaan we het even hebben over jouw getrouwde leven. Je kinderen. Ja. Je hebt het net al zo even genoemd. Ja. Dus als er nog een lekker muziekje is, dan horen we dat graag. Dat was weer een toepasselijk liedje. Hey, ga je mee naar Zandvoort aan de Zee? En van wie is dat, Thomas? Of, Nou, van de Dreamband. De Dreamband. Nou, dat klinkt helemaal prachtig. Welkom terug, dames en heren, in het programma ZFM Oud-Zandvoort. Mijn gast van vandaag is Thea Kras van Staveren. Van Staveren van Bakker van Staveren, Bakkerij van Staveren. We hebben het al uitgebreid over gehad. En we zijn aangeland van bij Kras. Want je hebt Karel leren kennen op de reddingsbrigade. En
Ja, daar ben je dus met Karel getrouwd. Wanneer was dat? Ja, 1954. Volgens mij was dat ook iets bijzonders met jullie trouwerijen. Waren er niet meerdere stellen die tegelijk of bijna tegelijk bijna trouwden? Bijna tegelijk. Dat was Nel. Ja, Nel. Die ging emigreren. Die ging naar Australië toe. En die is toen 2 weken daarvoor is die gaan trouwen. Maar er werd niet veel aan gedaan, want die familie van haar die kwam uit Limburg vandaan. En dat vonden ze eigenlijk allemaal te ver, want zoals het nu allemaal is, dat was natuurlijk allemaal niet, was veel te duur. En toen zijn ze daar met een maand later, zijn ze weggegaan naar Australië toe. En daar kon je geen contact meer krijgen, zoals nu. Dus als zij een brief schreef, dan was die brief 7 weken hier naartoe. En dan konden wij weer terugschrijven. Dus er zaten 14 weken tussen. Dus je had heel weinig contact. En de telefoon, dat was er eigenlijk niet. Nee, het was veel te duur. Ja. Dus ze had geen contact. En ja, die heeft vreselijk veel heimwee gehad daar. Want je komt daar, het werd daar. Koeien met gouden hoorns werd er natuurlijk beloofd. En het was er helemaal niet. Er was geen werk, er was helemaal niks. Geen huizen, helemaal niks. Dus die narigheid die je hier in de oorlog had gehad, die begon daar weer helemaal overnieuw. Maar ik vond het eigenlijk erger. Als ik dat hoorde van haar. Ja. Want ze waren maar met z'n tweeën. Geen families hadden helemaal niks. En dan zaten ze daar wel eens op een muurtje. En dan zei ze tegen haar man, dat is vast Tony van den Berg, ik noem maar wat op. Of ze noemden. En dan liepen ze maar, het waren allemaal vreemde mensen. Ze waren met z'n tweeën daar. Nou, dat was heel erg. Ja, daar heeft ze heel veel heimwee gehad. Goed, 10 kinderen. Ja. En jij gaat trouwen. Ja. En ja, waar ging je wonen en hoe ging het verder? De moeder van Karel, dus mijn schoonmoeder, die was lid van onderling hulpbetoon. En die huisjes van de Kanaalweg en van de Koningsstraat, die waren daarvan. En die huisjes die werden verloot. Hoe heette die man die op de Haarlemstraat woonde? Dat was de voorzitter of de secretaris, ik weet niet op zijn naam. Hollenberg. En die was in ons huis was die bezig. En er waren allemaal jonge gezinnen, want er was een huisje leeg in de Kanaalweg. En toen zegt hij tegen ons, waarom komen jullie niet binnen? Dat doe je mee. Ze zei, ja, maar wij zijn nog helemaal niet van plan om te gaan trouwen. Want we hadden net, nou zeg maar, 2-3 weken verkeering. Nee, weken, 3 maanden verkeering. Dus dan, hij zei, dat geeft hem niet, dan weet je hoe het gaat. Nou, hij zei, doe nou maar mee. Nou, dat hebben we gedaan. Nou ja, en inderdaad, wij wonen dat huis. We hadden geen stuiver. Maar, nou ja, het was een vrij huis, dus mijn schoonmoeder zegt, doe dat nou. Want je komt nooit meer aan de beurt, want je moet nu, op dit moment, als je wilt trouwen, inwonen. Dan kom je op een zoldertje, of je komt in een schuurtje, en nu heb je gewoon een huis. Dus dat hebben we ook gedaan. En mijn moeder was het er ook helemaal mee eens, dus het was helemaal goed. Nou, dan zijn we erin gegaan, en daar moest een hele hoop aan gebeuren. Maar ja, dat moest toch zo blijven, want we hadden eigenlijk helemaal niks. Maar wat hadden we wel? We hadden een stel pannen, die hebben we gekregen met ons huwelijk. En we hadden een gasfornuis, en dat hebben we gekocht toen op de Watertoren. Oh, die man die daar... Nou, dat doet er niet toe, want dat was het gasbedrijf, hè? Precies. Ja. En dan konden we het afbetalen. €10, nee, niet eens, €5 in de week. Gulden. Ja, gulden. En ik ging werken bij Vosselman. En dan bracht ik dat geld wat ik daar gewerkt had, want in de winkel blijven, dat was er niet bij. Dan bracht ik dat geld meteen door bij meneer Groen. En die zorgde dan, dat was dan, zo hebben we het afbetaald. En zo gingen wij verder. En ik ging, wij kregen de kinderen. En toen de kinderen wat groter waren, toen dacht ik, ja, ik blijf toch niet thuis alleen, dat bevalt me niet. Dus toen ben ik gaan werken. En ja, en dat is allemaal heel goed gegaan, kan ik wel zeggen. Ja, je hebt dus heel lang in de verzorging gewerkt. Ja, ja. En ik was uiteindelijk het hoofd van de afdeling. En je Overspanen. Ja, en je bent begonnen in Sterren der Zee. Precies. En het was de familie van Beem. Mevrouw van Beem die was daar de directrice. En haar man die werkte toen bij de Twentse Bank. Ja. Als ik het goed heb. Ja. Ja. Frans. Ja, precies. Dat was hun zoon. Oh, Frans. Sorry. Ja, dat was hun zoon. Ik weet niet meer hoe hij heet. Nou, maakt niet uit. Geeft niet. Maar daar kwam ik toen werken. En toen moest dat Sterren der Zee werd afgebroken. En toen kwamen ze in de wat nu ook is, hè? Hik. In de hik kwamen ze terecht.
En dat waren kleinere kamers, maar dat is ook allemaal later groter geworden. Maar die mensen die vonden het helemaal niet fijn uit het Sterren der Zee. Want ze hadden daar prachtige kamers natuurlijk. Maar ja, er kwam toen die... En in het centrum, een mooi uitzicht. Ja, want geweldig. Tante Ans Blauwboer zat daar. Heeft er ook in gezeten, ja. Die heb ik ook verzorgd, ja. Geweldig, ja. Dus die vonden het daar fijn. Maar ja, ze moesten toch daar zo naar. Wat, dat moet weg, klaar. Nou, en nu zitten ze daar eigenlijk nog allemaal, hè. Alleen als je nu ziek wordt, dan kom je in het andere huis. Hoe het is? Koers verloren? Koers verloren, daar zijn allemaal de eigen woningen. Ja. Wij wonen ook in een andere woning, maar hun wonen dan in een appartementen. En het zijn ook heel mooie gebouwen. Maar dan zijn ze toch naar het huis in de duinen gegaan. Degenen die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen, die zijn dan in het huis in de duinen. En daar worden ze dan verzorgd. Of ja, ze krijgen er alle verzorging, denk ja. ik. Nou, je hebt vanuit de Kanaalweg, ik zal het even kort opnoemen, in de Gerkenstraat, op ja. de Sofiaweg. Ja. En uiteindelijk ben je terechtgekomen... In de professor Zeemansstraat. In de Zeemansstraat. En er werden die kavels, die werden daar verkocht. En daar moest je naartoe gaan en je moest zeggen of jij daar wilde gaan. En dan moest je ook komen zeggen dat je binnen een jaar daar een huis ging bouwen. We hadden weinig, maar Ring Belder, dat was onze buur. En die zegt, als je niet gaat, dan breng ik je naartoe. Want anders blijf je hele leven zitten en het is niet goed. Dus ik ben met hem meegegaan en toen hebben wij ook... Toen kreeg ik een nummer. En als je dan op tijd was, dan kreeg je een kavel. En je moest die kavel, moest je zelf binnen een jaar een huis op hebben. Nou, dat is dan ook allemaal gebeurd. En dat zijn die prefab woningen. En dat zijn geweldige huizen. En dat, nou ja, dat ga je voor informeren. En dat hebben we toen gebouwd. En daar hebben we een heerlijk huis gehad. Ja, geweldig. En toen woonden alle vier de jongens nog thuis? Nog thuis, ja, ja. Allemaal een eigen slaapkamer. Zo. Allemaal een eigen radio konden ze aanzetten, keihard. Want we hadden geen buren. We hadden niks boven ons en niks op. Nou, dat je zo je eigen leven kon leiden. Niemand hoorde je. Dus als wij s'avonds thuis kwamen, dan trilde de voordeur af van de herrie. Maar dat kon, want je had een tuin voor en een tuintje achter. Nou, dat was geweldig. En het zijn nog zulke fijne huizen. En waar woon je nu? We wonen nu in het aanleunwoning bij het Koers verloren. En maar, het benedenhuis. Ja. En dat vinden we hartstikke fijn. Ik ben daar geweest. Ja. En ik moet zeggen, dat is prachtig wonen. Geweldig, absoluut. Ja. We hebben een terras aan de voorkant en aan de achterkant. Of dat is eigenlijk de voorkant, de voordeur. En we wonen er heerlijk, kan ik wel zeggen. Echt fijn. Helemaal goed. Ja. Ik wou nog even, even terug, want we hebben nog even naar de bakkerij. Ja. Hoe is het eigenlijk verder met de bakkerij gegaan? Want nou, je vader was in 1949 al overleden. Ja. Even vanaf die tijd. Ja. Hoe is het toen verder gegaan? Nou, dan hadden we Theo, ja? De jongste broer, die altijd bij ons woonde. En Piet van der Ploeg. En Piet van der Ploeg, dat was een hele goede banketbakker. Die kon ook heel goed rekenen. En die is toen getrouwd met Riet, die boven mij is. En dat was een geweldige vakman. En die hebben toen samen die bakkerij gekocht. Toen kreeg Theo een hersenbloeding, dus toen moest Piet het alleen doen. En toen zei hij, dat doe ik niet. En toen zijn Henny en Henk erin gekomen. Mijn zus die is ook met de bak getrouwd. En die hebben het toen overgenomen van hun. En Riet en Piet die zijn naar Carlenzo gegaan. En die hebben daar een geweldige bakkerij. En ja, reusachtig. En die... Piet, mijn zwager, is toen ook overleden. En die, hun zoon, zit daar nu op dat dorpsplein in Kallenzoog. In Kallenzoog. Ja, en dat loopt er als een spier. Heel goed. Maar jouw zus Riet was getrouwd met Henk. Henk? Nee, met Piet. Riet is met... Piet? Riet is met Piet getrouwd en die nam die bakkerij over. Ja, maar Henny toch? Een zus Henny? Henny, die is er toen later ingekomen. Die is met de banketbakker getrouwd. Henk Stuurman. Juist, dat wou ik even weten. Ja, en die hebben het toen ook overgenomen. Maar het was eigenlijk geen haalbare kaart meer. Toen wilden ze hun huis verkopen en dat is niet gelukt. Maar ze zijn er toch uitgeschreven. Want die Zeestraat is helemaal dood. De trein, daar kwamen altijd heel veel mensen kwamen daar uit de trein. En die gingen naar de bakkerij van ons eigenlijk. Want je rookt het altijd al. Maar ja, dat vindt alleen maar minder en minder. Want de Zeestraat, er is eigenlijk weinig nog van over. Nu zijn er dan weer twee restaurants en dat zal misschien niet gaan lopen. Maar het was helemaal over daar. Ja.
Dus die zijn er weer uitgeschreven. Ja, goed. Nou, we hebben heel veel over jouw leven gehoord. Karel, die werkte, heb ik begrepen, want ik heb Karel ook gesproken. En ja. Karel kan helaas, dag Karel, want je zit natuurlijk te luisteren, niet deze trap opkomen. Dat is het enige nadeel van deze studio. Ja. Maar die heeft dus bij Nol Verstegen gewerkt. Ja, en dan ging hij ook naar het buitenland, want dan was hij de servicemonteur. En dan ging hij daar die machines, dat zijn die plastic treksmachines, werden toen gemaakt bij Nol Verstegen. Hoe dat nu is, want ze zitten nu in Noord. Dat zal ook nog wel zo zijn, natuurlijk. Maar ja, daar heb je heel fijn gewerkt. Maar die salarissen, die gingen daar niet omhoog. En wij kregen, dus hij ging daar weg. En toen is hij bij de brigade. Is hij gaan werken, maar ja, dat was ook geen vetpot eigenlijk. Achterover. Hij ging werken in IJmuiden. In IJmuiden. Bij de bond. Bij de... Precies, tot het treden van Drenkelingen, ja. Ja. Tot zijn pensioen. Ja, precies, want hij is daar niet meer weggegaan. Dus dat is... Ja, hij heeft zijn pensioen wel gekregen daarvoor. Nou, helemaal goed. Ja. Nou, we zijn langzamerhand door jouw leven heen gegaan. Met grote stappen natuurlijk. Ja. Hè, want kijk, jij kan nog zoveel vertellen. Dan zitten we hier morgen nog. Ja. Over je zonen. Ja, vertel nog even. Je hebt 4 zonen. Noem even hun namen, want die zitten waarschijnlijk ook te luisteren. Karel, Jos, Ralf en Erik. En je bent oma? Ja, van 13 kleinkinderen. Hoeveel? 13. Katholiek. Ja, echt roze blijheid. Roze blijheid. Leuke kinderen allemaal. Ja, hartstikke fijn. Ik denk dat ik lieg met mijn 13. Karel heeft 3. Ze telt nog even na, dames en heren. Dat ziet u natuurlijk niet. Maar ze zegt, hoeveel kleinkinderen heb ik? Nou, dat is niet belangrijk. Ze tellen je, reken je daar niet op af. 11. Oh, nou, ze trekt er 2 terug. Die moeten nog komen. Die komen niet. Dames en heren, we zijn aan het eind van dit hele gezellige programma. Volgende week heb ik weer een bijzondere gast. En dat is Ati van Dalen. Bij de meesten van u waarschijnlijk bekend als de vrouw van Willem Buchel. Die komt vertellen over haar periode op de camping De Zeereep. En Pieter ontmoet haar iedere donderdagavond op de Klaverjasclub. En die gaat haar ook interviewen, neem ik aan. En die zei, nou, ik heb al zoveel verhalen gehoord en we hebben zo gelachen. Dus luistert u alstublieft volgende week weer naar het programma ZFM Oud-Zandvoort. Dat wordt weer een hele gezellige uitzending. Mocht u naar aanleiding van deze uitzending nog vragen hebben of opmerkingen, of zegt u, het lijkt me wel heel erg leuk om ook een keertje geïnterviewd te worden, want ik heb zo'n leuk verhaal te vertellen. Schroomt u niet en bel ons 57-303-93. En wees u niet bescheiden, want het was Thea ook. En als u dan ziet wat voor gezellig ze verhaal ze te vertellen heeft, dan zijn er vast onder de luisteraars nog heel veel mensen die iets over hun leven of hun zaak of hun werk in Zandvoort te vertellen hebben. Goed, volgende week dus Ati van Dalen. Ik bedank Roy van Buringen voor de techniek samen met Thomas. Dankjewel Thomas, wat zijn we toch blij dat jij ook tot het korps van ZFM bent toegetreden. Ik was Anke Joustra en ik wens u allemaal een hele fijne week en tot volgende week zaterdag.